Margriet de Moor studeerde piano en zang aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Zij trad enige tijd op als zangeres van vooral het eigentijdse repertoire. 3 jaar geleden begon zij met schrijven. Ik geloof dat veel van de zogenaamde technische dingen in mijn verhalen eigenlijk stammen uit de muziek. Bijvoorbeeld het feit dat zowel muziek als literatuur een opeenvolging is van klanken en van woorden. Maar dat het in werkelijkheid om een compositie gaat. Ik ben me heel erg bewust altijd dat het verhaal een eenheid is. En dat de stijl verwant is aan de melodie. Ik geloof dat de stijl ervoor moet zorgen dat de dingen die je beweert aannemelijk zijn. En dat dat gebeurt in de vorm van een zekere cadans. Bepaalde gebeurtenissen schrijf je bij wijze van spreken in een 4/4 maat. En andere gebeurtenissen schrijf je in een 6/8 maat. Zo voel ik het. Versnellingen, vertragingen. Wat ik bijvoorbeeld ook heel belangrijk vind, dat zijn de leestekens. Vergelijkbaar weer met de tekens in de muziek op het gebied van dynamiek en ritme. Daar ben ik heel erg secuur in. Het inlassen van witregels, van pauzes dus. Weer verwant met, zoals in de muziek, de stilte en de rust. Voor haar eerste verhalenbundel, Op de rug gezien, werd zij genomineerd voor de ACO Literatuurprijs. Haar tweede boek, Dubbelportret, verscheen afgelopen najaar. Mijn verhalen gaan heel vaak rond een besef van afwezigheid. De personen zijn zich bewust van een afwezigheid in hun leven. En wanneer je bewust bent van een afwezigheid, heeft dat meestal tot gevolg een zoeken. En het is in dit geval ook niet zo'n onschuldige zoektocht, het is meer een jacht. En het is geschreven vanuit de gevoelens van de prooi, zou je kunnen zeggen. De hoofdpersoon is de prooi. De hoofdpersoon is de prooi, ja. Zij is degene die om de een of andere reden alles wat tot haar identiteit behoort, dat wordt door een andere vrouw opgeëist. Er is een andere vrouw er is een andere vrouw die met handen en voeten haar leven binnen wil klimmen. Mira parkeerde aan de overzijde van de straat. Het was na 6 en voor haar huis was geen plek meer vrij. Ze pakte de muziekboeken van de stoel naast haar en stapte uit. Instinctief duwde ze de wollen sjaal tegen haar keel. Toen ze recht tegenover de verlichte ramen van haar huis de rijbaan wilde oversteken, zag ze haar gezin aan tafel zitten. Als aan de grond genageld bleef ze staan. Haar man, op zijn gewone plaats met zijn rug naar de open keuken, was bezig iets aan te snijden of fijn te maken op het bord van hun 7-jarige dochter, Jeanne, die zoals altijd naast hem zat. Het kind lette helemaal niet op het eten, maar luisterde met open mond naar de vrouw die aan de andere kant van de tafel lachend en gebarend iets zat te beweren. Ze sloot even haar ogen en keek opnieuw. Er zat een vreemde vrouw op haar plaats. Iedereen heeft wel mensen die hem intrigeren en waarvan ze denken, die heeft iets wat ik mooi vind, wat ik ook wel wil hebben. Dat kan heel onschuldig en zelfs heel, heel verheven zijn. Maar iedereen zendt signalen uit van tot hier en niet verder. Als er aan je deur wordt gebeld en er zijn een paar goedmenende mensen die jou willen doordringen van dat het einde der tijden nabij is, is op zich nog niet zo erg. Het wordt pas akelig als je een signaal geeft van, goed, ik wil dat allemaal verder niet horen, en je doet de deur dicht en er verschijnt een voet tussen de deur. Op dat moment begint het te wrijven. En dat is wat in dat derde verhaal Verkozen Landschap gebeurt. Er moest een moment zijn geweest waarop ze de dingen had kunnen stoppen. Waarop ze het ongewilde personage uit het draaiboek van haar leven had kunnen weren.
Op het goede moment gedwarsboomd zou het een ander verhaal zijn binnengedrongen. Hulpvaardig, goedlachs, nooit te beroerd. Dat waren de woorden die vielen wanneer de nieuwe vriendin ter sprake kwam. Wat hier gebeurt is lijkt heel onschuldig. Het is bijna ook alle eenvoudige elementen van het leven van de hoofdpersoon. Pak ik aan, haar gezin, haar kind, haar man, haar vrienden. Maar ook de voorwerpen, een kast met allemaal rotzooi erin. Met fotoboeken en kapot ondergoed. Of een keuken met een... En op een gegeven moment kunnen al deze ogenschijnlijk subtiele voorwerpen kunnen onderwerp van die jacht worden. En dat worden ze ook. Haar vader zou wel even verbaasd zijn, straks. Hij zou de vrouw binnenlaten, haar hoffelijk een stoel aanbieden en daarna zijn jas gaan aantrekken. Zou hij Karin werkelijk toestaan hem bij zijn elleboog te ondersteunen op weg naar de auto? Ze slikte. Hij zou het niet doen. Hij zou niet met haar meegaan. Geen sprake van. Hij was niet het type die graag diensten van vreemden aanvaarde. Heel vaak weet ik hoe ik eindig. Heel vaak weet ik zelfs de laatste zin. En wat ertussenin zit helemaal niet. Nee, maar er kunnen ook wel verrassende dingen gebeuren. In dit verhaal is bijvoorbeeld de vaderpersoon, het personage van die vader, is als schrijvende heel sterk en heel prominent geworden. En dat gebeurde eigenlijk halverwege het verhaal. Waarom? Ja, dat gevoel van dat je toch een soort van vertrouwenwekkend baken nodig had. Dat de dingen lopen erg spaak allemaal. En bijna een soort van, ja, kom op, ik wil wel ook een soort van reserve. Iemand die voor erop komt, wilde ik heel graag hebben. Het was een typisch oude mannengepeins met veel vaagheid en veel afdwalingen, waarin bijvoorbeeld nog iets restte van de verbazing die hem omstreeks 7 uur bevangen had, toen een onaangekondigd persoon in zijn deuropening had gestaan. De persoon lachte en beweerde een vriendin te zijn. De dingen zijn veel complexer dan dat je zo eendimensionaal in zo'n verhaaltje, zo'n verhaallijntje kan je dan wel zeggen. Maar ik probeer dan te schrijven om juist het complexe ervan te laten zien en het bizarre ook. En dat menselijk gedrag niet logisch is. Dat mensen zich heel irrationeel gedragen. Maar kan je dat niet psychologisch verklaren? Daar hou ik niet van. Je kunt heel veel dingen psychologisch verklaren als je wilt. Je kunt de dingen op de zotste manier verklaren. Je kunt het religieus verklaren, desnoods wiskundig, psychologisch. Doe maar wat je wil. Maar ik hou niet van verklaringen. Ik vind het leuk om de dingen gewoon te laten gebeuren. Maar geloof je erin? Geloof. Het is wel zoals ik denk dat de dingen... De mensen gaan met fragmenten om. In je leven ga je met fragmenten om. En nooit met patronen die duidelijk zijn. Het is geen uitgetekend Margriet-patroon. Nee, helemaal niet. En dan kan je wel zeggen, natuurlijk, literatuur is het leven niet. Dat vind ik zeker ook, dat het dat niet is. Maar je kunt wel proberen om bepaalde machinaties die in werkelijkheid gelden, om te zetten in literaire machinaties. Dus, hoe bedoel je? Nou, om de dingen dus gewoon te laten gebeuren. En niet te zeggen van, dat was beklemmend of ze voelde zich verschrikkelijk verdrietig. Dan denk ik, nee, laat dat maar zien dat het zo is.